In deze video de buitenbierbot. Ja, heel vaak op vooruit. Wow, dat zag er vet uit, hè? Je zag hem al rijden door de zandbak, want dat gaan we in deze video doen. We nemen de Rugged Robot mee naar buiten. Ik ben meester Sander en ik ben gek op bewegend leren, buitenlessen en programmeren. Nou, en laat alles gecombineerd zitten in dit apparaat. En jij kunt er dus mee aan de slag in de klas. Kijk sowieso naar het eind van deze video, want daar geef ik je een kortingscode en vertel ik je alles over de winactie in samenwerking met de rekenwinkel. Ik ontving de afgelopen week deze robot van TTS. En TTS is ook wel de maker van de Beebot. En zij hebben nu dus een versie gemaakt voor buiten. Een stevige, robuuste robot. Grote wielen, zie je dat? Knop op de bovenkant en er kan een actiecamera op. Dus ik heb vandaag hulp van de kinderen die gaan filmen. Er zit een handig houdertje bij. Hij kan erin en dan kun je ook je avonturen filmen. Maar standaard komt hij zo uit de doos. Je hebt er een oplader bij en die kan hier aan de achterkant erin. Het is wel een andere oplader dan de Beebot, dat is wel jammer. Maar voor de rest aan de bovenkant zitten knoppen. Hij ziet er super leuk uit. Er zit een gezichtje op en die knoppen kun je mee programmeren. De geluidjes zijn net als de Beebot, hoor je dat? Ja, dat is herkenbaar, hè? In ieder geval voor mij wel. Het grootste verschil met de Beebot is dat je 45 graden bochten maakt in plaats van 90. Je kunt natuurlijk twee keer op de knop drukken, dan heb je 90 graden. En de afstand is ook iets langer, namelijk 20 centimeter. Maar genoeg gepraat over die robot, we gaan naar buiten. Ja, ons plein is ideaal om deze robot te testen. Ik ga er met de kinderen mee aan de slag in de zandbak, hier door het zand, door de bladeren. We gaan kijken hoe kunnen we deze robot programmeren, hoe werkt die? Wat kun je er allemaal mee? En natuurlijk ga ik kijken hoe je dit kunt inzetten binnen het programmeeronderwijs. Achteruit. Doet hij het? Ja, ja, hij gaat rijden. En dan als het goed is, gaat hij kijken als er een boom is. Dan gaat hij eromheen, hoop ik. Oh, ja, kijk. Ja, hij doet het. Hij gaat eromheen, zie je dat? Wow. Ja, dat weet ik ook niet. Probeer maar eens. Moet je even op het scherm kijken of er wat gebeurt. Ja. Wat ik gezien heb, is dat dit echt een succes is. De kinderen gaan hem programmeren, gaan ermee over het hele plein. Eigenlijk hoefde ik geen eens te zeggen, we gaan hem ergens heen programmeren. Dat doen ze zelf al. En ze vinden het ook fantastisch leuk om het op verschillende manieren te programmeren. Met zowel de knoppen als de iPad kan het gewoon eenvoudig geprogrammeerd worden. En er is nog een manier om het te programmeren. Dat was tof.
buiten programmeren in de zandbak. Maar om het toch even rustig af te sluiten, neem ik je weer hier mee naar de studio. Om je meer te vertellen over hoe je dit bijvoorbeeld in de klas kunt inzetten. Maar ook nog even kort over hoe kun je deze robot nog meer programmeren. Er zitten dus de knoppen op de bovenkant. Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich en de kinderen gaan er ook gelijk mee aan de slag. Je hebt ook nog extra knoppen erop zitten, namelijk de obstakelvermijder. Als je die aanzet, dan gaat de sensor aan de voorkant bij het leuke gezichtje gaat aan. En zodra hij een obstakel tegenkomt op de juiste hoogte, dan gaat hij er omheen. We merkten wel dat hij soms over een schoen wil rijden, want kinderen dachten als ik mijn schoenen voorzet, dan gaat hij er niet overheen. Nou, het moet wel ongeveer deze hoogte zijn dat hij het kan waarnemen. Maar dat is op zich wel logisch. Iets waar we niet naartoe zijn gekomen buiten om te testen is de snelheid. Hij heeft namelijk 3 snelheden. Ja, gewoon basis, iets sneller en het snelst. En ik laat het even zien. En je ziet dus ook dat hij dan bij het rechtdoorrijden niet meer tussendoor stopt. Maar dat hij gewoon vol gas gaat. Net als de Bluebot is deze te verbinden met een app. Dit is een speciale Rugged Robot app waarmee je aan de slag kunt. Je hebt daar 3 standen in, of eigenlijk 3 opties. Namelijk helemaal de basis ontdekken, waarbij je echt de basis van de knoppen ontdekt. Een iets uitgebreider programma waarbij kinderen hun eigen programmaatje maken. En dat zie je dus ook op het scherm verschijnen. Dus ze kunnen meerdere opdrachten ingeven. En de laatste, daar hebben ze alle opties, kunnen ze alles ontdekken, kun je dingen laten herhalen, kun je met de snelheidsknop aan de slag, kun je met de obstakel vermijden, kun je dan bedienen. Nou ja, het wordt heel uitgebreid. Er zitten geen levels in, dus het is niet zo dat kinderen daarmee uitgedaagd worden. Het is echt om hem op afstand te besturen. En dan kun je de Rugged Robot ook met de tactiele reader bedienen. Dat betekent dat je hem hieraan kan verbinden. Heb jij de Bluebot, heb je zo'n tactiele reader, kun je hem gebruiken. Let wel even op de 45 graden bochten zitten bij de uitbreidingsset van deze dingen. Dus dat is wel handig om te gebruiken. Nou, zoals je al merkt, ik ben enthousiast en ik zie ook gewoon heel veel mogelijkheden met deze robot. Je kunt hem naar buiten heel goed gebruiken. En de eerste les is het gewoon ontdekken. Kinderen hem laten hem over het plein rijden, kunnen ermee aan de slag. Maar daarna kun je natuurlijk een parcours gaan maken. En ook voor oudere kinderen is het heel uitdagend, want hij rijdt steeds 20 centimeter. Dus je kunt er ook een meetles van maken. Is het dan niet vervelend dat je geen mat hebt buiten? Nee, ik vind eigenlijk niet, want kinderen zijn vooral aan het ontdekken, hey, hoe ver gaat hij nou? Ze moeten het steeds weer proberen, hij doet niet precies wat ze willen en ze gaan weer opnieuw beginnen. En dat is precies wat je wil. Je wil dat kinderen ermee bezig gaan debuggen, de fouten eruit halen en weer een nieuw doel stellen. Natuurlijk kun je daarna zelf een baan gaan maken bijvoorbeeld, of door de zandbak, want ik zag er kinderen die een kuil gingen graven voor hem en kijken of hij daar doorheen kon rijden. Hij heeft echt heel veel mogelijkheden. Dan kreeg ik nog een berichtje toen ik op Instagram postte dat ik hiermee bezig was van een leerkracht, Mark van der Maat. Hij is gymdocent en hij zet de robot dus al in zijn gymlessen. Wat hij namelijk doet, vertelt hij, is het spel heet Pac-Man. Alle kinderen mogen alleen maar op de gele lijnen van het volleybalveld lopen. Ook de tikker Pac-Man, de ruige robot, deze, mag alleen door Pac-Man gepasseerd worden. Zo kan de programmeerder Pac-Man helpt om de kinderen in de val te lokken. En dat kun je natuurlijk ook buiten doen. Maar hoe tof bedacht is het dat een tikker over de lijnen loopt en de robot gebruikt wordt door een van de kinderen, dus geprogrammeerd, een helper. En die helpt de tikker. Super tof om te doen, toch? Dankjewel, Mark. Dan is er op de website ook nog de download Ontdek de Rugged Robot. Hierin staan nog meer ideeën. Vind je informatie over de robot, hoe jij ermee aan de slag kunt in de klas. De conclusie is wel, ja, ik vind hem zo vet. Ik hou hem sowieso in de klas. Ik wil echt het liefst elke keer mee naar buiten nemen en de kinderen volgens mij ook. De combinatie met zo'n camera is ook heel tof. Bij deze camera zitten ook nog allemaal accessoires die je kunt gebruiken om hem op een helm te doen, op een fiets te doen. Ja, ik zou dit ook echt wel goed in de klas kunnen gebruiken. Maar deze combinatie is helemaal top. Laat de kinderen beelden maken van hetgene ze aan het programmeren zijn. Conclusie,
Hij is echt vet. Hij rijdt over verschillende ondergronden heen. Natuurlijk echt flinke obstakels. Daar kan hij moeite mee hebben of als je een diepe kuil hebt gegraven in de zandbak. Maar het valt me echt niet tegen. We hebben hem van randen van de zandbak af laten vallen. Hij doet het gewoon nog steeds. Hij kan door lage plassen heen rijden, is mij verteld. Alleen als je maar zorgt dat de aansluiting dicht blijft. Dat vind ik wel gelijk het nadeel. Je hebt weer een nieuwe stekker voor het opladen. Dus niet de stekker van de Beebot. Je hebt de stekker bijvoorbeeld van je laptop. Je hebt de stekker van tablets, bijvoorbeeld Chromebooks. En dan ook nog deze. Dat is wel een dingetje, vind ik. Maar goed, dat is niet de reden om hem niet te gaan gebruiken in de klas. Dus ik zou zeggen, ja, deze moet je hebben. Nou, deze set hou ik natuurlijk op school. Maar ik heb nog een set en die mag ik weggeven. Ik geef de robot en de tactiele reader weg. En dat doe ik op mijn website. Klik hieronder om naar mijn website te gaan. Als je deze video op YouTube kijkt. Als je op mijn website zit als je deze video kijkt. Scroll naar beneden in de blog. En daar lees je hoe jij deze robot kunt winnen. Nou, je kunt sowieso al bestellen. Bij de rekenwinkel krijg je 10% korting met de code MEESTERSANDER. Dus vul in MEESTERSANDER bij het afrekenen. Je krijgt 10% korting op de RUGGED robot. Hoe tof is dat? En het geldt tot 5 december 2020. Ik ga even verder spelen. Dankjewel voor het kijken. En ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video weer. Doei!